Sinds de Amerikaanse studio Disney in 2012 de rechten van Star Wars overnam van LucasArts, was het eigenlijk elk jaar prijs. Sinds 2015 pompen ze zo rond de kerstdagen een nieuw deel in de bioscoop of een spin-off. En eindelijk komt daar een einde aan met Star Wars The Rise of Skywalker. Het nieuwe deel in de nieuwe trilogie en geregisseerd door een oude bekende, J.J. Abrams. Of dat allemaal de moeite waard is, zie je nu in onze review van Star Wars, episode 9, The Rise of Skywalker. Zoo. Zoo. We'll always be with you. No one's ever really gone. Jezus, Mina, wat een lange intro. Want het zijn er ook wat delen die gemaakt zijn. Sterker nog, ik denk dat Star Wars misschien wel het grootste culturele mediafenomeen is aller tijden. Inderdaad, we hebben die 9 delen. Begon ooit in 1977 met A New Hope. Vervolgens The Empire Strikes Back, misschien wel mijn favoriet. Return of the Jedi. Toen in de jaren 90 en 2000 dacht George Lucas, hey, ik ga nog meer geld verdienen. Maakte hij The Phantom Menace, Attack of the Clones en Revenge of the Sith. En nu eindelijk hebben wij het nieuwe deel van het laatste deel moet ik zeggen van de nieuwste trilogie. Die begon in 2015 met The Force Awakens. Toen kwam mijn favoriet eigenlijk met onze grote vriend Rian Johnson achter de camera. En The Last Jedi was dat. En nu hebben wij de Rise of Skywalker. En ik zal gelijk met de deur in huis vallen. Dit deel valt echt uit de toon. Helaas. Maar waar, het is het minste deel van de nieuwe trilogie wat mij betreft. Zeker kan het niet tippen aan de originele trilogie. Dus ergens bij The Phantom Menace en Attack of the Clones, dat niveautje tikt onze vriend J.J. Abrams aan. Natuurlijk een bekende producer, onder meer Armageddon, Cloverfield, wat hij ook zelf regisseerde, Lost, die serie die de hele wereld in zijn ban hield en toen in het laatste, ik geloof 6e seizoen was dat, heel erg teleurstelde. Toen Star Trek eigenhandig uit de sloppen redden en daarna dunnetjes eigenlijk een remake, een soort reboot deed van Star Wars A New Hope met The Force Awakens, die mij zeer kon bekoren, niet in de laatste plaats vanwege de bad guy die ook in dit deel de real is, Kylo Ren, een geweldige Adam Driver, natuurlijk een acteur die vaak terugkomt tegenwoordig, Marriage Story onlangs ook nog. Het is een acteur waar je echt van kan genieten. Hoewel hij niet heel veel teksten heeft in dit deel, vind ik hem toch wel overtuigend. Waren het niet dat in het vorige deel Rian Johnson een hele andere kant op ging met hem. Toch een soort goede kant ontdekte. Dus het is in ieder geval niet heel erg spannend of hij nou uiteindelijk voor de goede kant van de Force of the Dark Side gaat kiezen. Maar hij heeft nog een soort van tweestrijd met zichzelf. Waarvan ik dacht dat het vorige deel, toen ze Snoke op brutale wijze ombrachten, hij en Riley, Kylo Ren, dat is. Dat eigenlijk wel weer duidelijk was voor waar hij voor ging kiezen. Helaas is het ook duidelijk dat Luke Skywalker overleden is. Of althans, hij heeft zichzelf opgeofferd voor zijn neefje. Niet het allerbeste deel van The Last Jedi, maar toch, dat houdt in dat hij nu als een soort Obi-Wan Kenobi terug kan komen om onze Daisy Riley van advies te voorzien. En dat heeft ze nodig, want het is echt een bende. Wie de trailers heeft gezien, die weet dat Senator Palpatine uit de dood is herrezen om zijn First Order op te richten, de Galaxy en vooral de Rebels kapot te maken. Leia Organa, ook al is in het echt al 3 jaar dood. Carrie Fisher speelt hier nog steeds. Overigens, al haar scènes werden opgenomen ten tijde van The Force Awakens. The Last Jedi had ze ook nog wat scènes, maar die wilde J.J. Abrams bescheiden als die is niet gebruiken. Sowieso, hij probeert die laatste film heel opzichtig te negeren. Natuurlijk, Snoke komt niet uit de dood opstaan of zo, maar er zijn wel een paar dingen dat je denkt van, kan de Force dat ook? Riley is heel sterk. Ze is zo sterk dat ze dus de degens kan kruisen met Palpatine. En dat vind ik niet altijd even sterk. Wat ik ook niet altijd sterk vind, is dat de Force nu ineens ook mensen kan genezen. En mensen kan uit de dood doen opstaan en dat een beetje geforceerd wordt gebruikt. Sowieso die hele film,
Hoewel het natuurlijk leuk is om al die personages, zo'n Flynn, die nu een soort oude love interest heeft, Cameron Poe, C-3PO, R2-D2, noem het allemaal maar op. Maar er is helemaal geen karakterontwikkeling. Je ziet die personages, je komt ze weer tegen en leuk en aardig, maar het echte gevecht tussen goed en kwaad, die moet zich dan afspelen bij Daisy Riley, bij onze hoofdpersoon. Maar ook daar, ik weet het niet. Ik vond het in ieder geval niet overtuigend. Niet echt verrassend en nergens origineel. Het was duidelijk dat J.J. Abrams eigenlijk op het laatste moment de originele regisseur moest vervangen. De man die ons ook Jurassic World bracht. Ook niet een toonbeeld van originaliteit. Colin Trevorrow. Maar god, waarom hebben al die mensen ook een moeilijke namen? En onze Colin die kreeg dan een stok met de producenten. En toen dacht J.J. Abrams, je gaat niet mijn trilogie om zeep helpen. Nadat Rian Johnson dat in zekere mate ook al had gedaan. Maar ja, dat vond ik gedurfd, dat vond ik leuk, dat vond ik origineel. Misschien was ik iets te positief, maar één ding is zeker over The Rise of Skywalker. Wat eigenlijk een soort Star Wars light is. Kan ik niet anders dan toch mijn vraagtekens zetten bij het hele ontwikkelproces, bij het script, bij de personages die geforceerd worden en hun acteerspel. Hoewel leuk, ook het is het leuk om zo'n Lando weer eens terug te zien. Na al die jaren, Billy Dee Reilly natuurlijk die acteur en Billy Dee Williams moet ik zeggen. Maar ja, god. Wat heb je er verder aan? Als je er helemaal niks mee doet, behalve een beetje het scherm te vullen. Hoewel ik moet zeggen, het laatste half uur van die film redt hem echt. Hè? The Rise of Skywalker, dat had echt de slechtste Star Wars aller tijden kunnen zijn. Het begint heel matig. Het tweede deel komt het een beetje op gang. Is het aardig, maar vooral dat laatste stuk is toch wel vet om Palpatine weer te zien. Vechtend tegen Rey. Vechtend tegen alles wat er nog over is van de Rebels. Leuk dat Luke ook weer zo'n Obi-Wan Kenobi rol heeft. Wie weet gaan ze dit nog verder uitmelken. Het is niet voor niks dat Disney dit jaar een streaming service heeft gelanceerd. Met The Mandalorian daarop. Een tv-show voor 100 miljoen gemaakt in het Star Wars universum. Vanaf 2015, ik zei het al, elk jaar weer. Dan weer Rogue One, dan weer Solo. Allemaal delen. En Solo was niet best, maar The Rise of Skywalker... Ja, eigenlijk ook niet. Het spijt me heel erg. Doet me pijn om het te zeggen. Maar Star Wars The Rise of Skywalker krijgt van mij een 6,5. En is toch een van de grotere teleurstellingen van het afgelopen filmjaar. Maar dat is niet getreurd. Want hier blijf je gewoon kijken naar de top 5's die er aankomen. Top 5 beste films, top 5 beste games en top 5 beste series van 2019. En daartussendoor doen we nog een iPad vergelijking voor jullie. Want ja, het geld groeit nou eenmaal aan de bomen. En nu neem ik jullie mee backstage naar deze prachtige poster. Ja, het origineel. Toedeledokie! Wil je ook weten wat de nieuwste games, films, muziek, hardware en andere vette dingen zijn op multimedia gebied? Abonneer je dan nu op Multimedialden en krijg elke week een nieuwe verse review hier op je buis. Gratis en voor niks. Multimedialden.